Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki vindt sportontwikkeling noodzakelijk in alle districten. CARICOM, jongerenvertegenwoordigers informeren minister MacAndrew over voortgang beleidsactiviteiten. En JIT, paspoortfraude is enorm zorgpunt. President Chandrika Prasad Santokki heeft op dinsdag 21 mei de sportcommissie bijeengeroepen omdat hij van mening is dat er gebieden in het land zijn die over zeer weinig tot geen sportfaciliteiten beschikken en dat dergelijke situaties tot het verleden moeten gaan behoren. De betrokkenen bij deze bijeenkomst waren onder meer minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en de directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname, Anand Jagisser. De president heeft de verantwoordelijken voor het sportbeleid aangemoedigd om krachtig aan de slag te gaan met het opzetten en uitvoeren van sportprojecten in verschillende districten. Hij acht het essentieel dat binnen 11 maanden tastbare resultaten worden geboekt met diverse projecten en benadrukt de noodzaak van een helder en transparant beleid bij de uitvoering ervan. Hoewel in het verleden de wens om de sportbehoefte aan te pakken al was uitgesproken, ontbraken destijds de financiële middelen. Nu zijn er verschillende fondsen beschikbaar gesteld om deze ambitie alsnog te verwezenlijken. President Santokki heeft specifiek verwezen naar het fonds bij Staatsolie en het ministerie van Financiën dat middelen heeft vrijgemaakt. Het sportteam heeft niet stilgezeten. Momenteel zijn er ruim 50 projecten in ontwikkeling. Binnenkort zullen de leden samenkomen om een selectie te maken uit deze projecten, waarbij vooral gelet zal worden op het effect dat ze zullen hebben op de samenleving, het bevorderen van saamhorigheid en de betrokkenheid van de gemeenschap. Minister Stephen MacAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op vrijdag 17 mei 2024 enkele jongerenleiders ontvangen waarbij uitdagingen met betrekking tot hun functioneren centraal stonden. Onder de jongerenvertegenwoordigers bevonden zich Fai King, CARICOM jeugdambassadeur, enkele CARICOM jeugdofficieren en jeugdraadvoorzitter Rajiv Gurdin. Tijdens de ontmoeting hebben de jongeren aandacht gevraagd voor enkele dringende kwesties die onder andere kunnen worden toegeschreven aan overheidsbureaucratie, wat heeft geleid tot vertragingen in bepaalde zaken. Naast de besproken kwesties zijn ook de voortgang van de activiteiten die worden uitgevoerd door de aanwezige jongeren aan bod gekomen. Zo is gesproken over activiteiten in het kader van de CARICOM Jeugdambassadeursprogramma en het CARICOM Youth Development Action Plan. De minister heeft benadrukt dat goede communicatie en een nauwere samenwerking tussen de jeugdambassadeurs en jeugdofficieren essentieel zijn voor een succesvolle participatie van Surinaamse jongeren binnen de regio. Ook heeft hij gepleit voor aanscherping van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen jeugdraadsleden. Daarnaast heeft hij de nadruk gelegd op de gewenste inzet van de jongerenvertegenwoordigers om een verhoogde en landelijke participatie en betrokkenheid van jongeren in besluitvormingsprocessen in zowel Suriname als de regio te bewerkstelligen. De bewindsman heeft toegezegd dat hij bij het secretariaat van de CARICOM zal pleiten voor intensievere communicatie met de Surinaamse jongeren, vooral met het oog op de aanpak van dringende kwesties en uitdagingen onder Surinaamse jongeren. Het Justitieel Interventieteam heeft recentelijk een arrestatie verricht in verband met vermeende vervalsing van paspoortdocumenten.
Op woensdag 8 mei werd een 49-jarige man van Chinese afkomst gearresteerd op verdenking van het vervalsen van gegevens voor het verkrijgen van Surinaamse paspoorten. De arrestatie vond plaats voor het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Meester Jagannath Lakshmanstraat. Het JIT heeft in gesprek met de communicatiedienst Suriname aangegeven dat bij een zoekactie in de woning van de verdachte diverse documenten en apparatuur zijn gevonden. Op instructie van het Openbaar Ministerie is er een onderzoek gestart. De verdachte was gemachtigd om paspoorten van Chinese staatsburgers te verlengen en nieuwe paspoorten aan te vragen. Het intensieve onderzoek dat nog gaande is, moet aantonen hoe de vervalsing precies heeft plaatsgevonden. Het JIT constateert dat bij het CBB is vastgesteld dat de documenten voor paspoortaanvragen en verlengingen onjuiste gegevens bevatten. Er wordt vermoed dat deze documenten vervalst zijn. Intern wordt hier onderzoek naar gedaan. De handel in paspoorten voor naturalisatie is al geruime tijd een punt van zorg geweest. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.